De rit naar het stadscentrum duurde niet veel langer dan vijf minuten. Voor de jongens leek alles een nachtmerrie. Ze staarden naar buiten, waar de huizen voorbij schoten, maar zagen bijna niets. Snuf leek de stemming wel aan te voelen. Hij zat er sloom bij en vertoonde geen spoor van opgewektheid. De wagen reed over een marktplein, ging een inrit in en stopte op een parkeerterrein achter het politiebureau. De drie verdachten en de woeste wolfshond werden naar binnen geloodst. De oudste agent verdween achter een deur. Tom en zijn vrienden moesten in de gang blijven wachten onder toezicht van de beide andere politiemannen. Na een ogenblik kwam de eerste agent terug. De commissaris heeft nu geen tijd. Hij is aan het telefoneren. We zullen deze jongen eerst eens veilig opbergen. Voor de hond hebben we ook wel een goed plekje. Hij liep op Snuff toe. En wilde hem bij de halsband pakken.